Zodra Henk, Marianne en Henk-Jan hun plekje achter de jurytafel hebben ingenomen, kunnen we beginnen. Wie van deze kandidaten zingen zich bij de audities van X-Factor naar de volgende ronde? De kandidaten hebben er zelfs nog meer zin in dan de juryleden. Ze nemen hun danspasjes nog even door. Nou, ga je. Ik zeg, deze droeg Maria op mijn rug. Het hele eng naar Bethlehem en later weer terug. Dat hele eng naar Bethlehem en later weer terug. Ik zei, de os die mensen schijnt zat arm. Dus blies ik met mijn adem en het stalletje werd warm. Ja, ik mag dat zeggen. Ik ben namelijk een van de juryleden. Heel erg nep vertoning, vond ik het. Je moet dat gewoon heel erg binnenskamers houden. Als het echt heel goed was geweest, dan... Lange, lange lief, lange, lange lief, lange, lange lief, wie die wens zie je, wie die wens zie je, wie die wens zie je. Wat mij betreft is dit een nee. Henk? Ja. Oeh. Het is een nee. Goede reis naar huis. Nou ben ik weer de bitch, hè? Tuurlijk. Begon met zingen en toen begon jij te werden van kwaad tot erger. Ik bedoel, het slaat helemaal nergens op. Die toch behoorlijk amateuristische bewegingjes daarachter heb ik absoluut niet meer gehoord wat jij stond te doen. Ik heb hier helemaal niets van begrepen. Het waren een heleboel disciplines door elkaar. Maar niks goed, hè? Nee, maar dansen, acrobatiek. Ja, ik zag je dus. Ja, clowns. Dat je er enig uitziet, een fantastische outfit aan hebt, maar je kan niet zingen. Ik vind jij wel een entertainer. Ik vind dat je een hartstikke mooi geluid hebt. Eigenlijk was het een hele aparte auditie. Het was niet zo briljant en toch ergens indrukwekkend. Nou, dat vind ik dus ook. Ja. Hey.